Welkom! Jeetje, ik dacht, nou, leuk 6 mensen of zo. Maar, nou, super leuk. Leuk dat jullie allemaal geïnteresseerd zijn. Dat als eerste. En we kunnen wel een stoel bijhalen hoor. Mevrouw, als je daar echt graag bij wil zijn. Nee, dat doe ik ook. Oh, ik zou net zeggen. Jij weet waar als je het niet erg vindt, dan ga ik dan hier zitten. En anders pak ik zo wel een stoel. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat jij misschien beter weet waar ze staan dan ik namelijk. Ja, ik pak ze zo wel even. Ja. Iets maken, mevrouw? Ja, allemaal kijken. Ja, dit is mijn spel of zo. Toen kijk ik dit persoonlijk. Gewoon niet. Nee. Gewoon vergeten. Dus, enjoy. Ja. Ja. Er is opgaan zitten. Ja? Als ik zo luister, komen jullie allemaal met de juiste insteek. Want jullie zijn al heel erg aan het spelen. Wat ik eerst zou willen doen. En dat mag niet te lang, want anders zijn we daar een half uur mee bezig. Waar ik heel erg van hou, is om te weten wie ik hier heb zitten aan de tafel. Want dat vind ik heel leuk. En het allerleukste vind ik dan om mensen te laten vertellen hoe ze heten en wat ze van hun eigen naam vinden. Is er iemand die zegt, ja, ik? Ja. Annemiek. Nou, die heeft een mond vol. Ja. Dat is heel makkelijk. Anna en Miek. Mijn naam bestaat uit 2 delen. En Anne is wat lief en Miek is wat meer jij. En ik ben een meer om ze te mixen, zeg maar. Dat vind ik wel lastig. Ik zit toch wel in het een of het ander, maar te spelen om ze samen te brengen. Mooi. Volgende. Mijn naam is Jacques van den Noord. Ik kom uit het noorden van het land. Ik kom uit Assen. En Jacques is de naam die ik van de huisarts heb gekregen. Want mijn ouders die hadden blijkbaar niet door dat ik geboren zou worden. En die hadden nog geen naam meer voor mij. En de huisarts dacht van... We hadden al heel veel Jacobs van onze familie, ja, en Jacques is daar wel een mooie. Dat is wel mooi, ja. Oké, dank je. In de naamsontstaansgeschiedenis. Ik vond het wel een mooi verhaal toen ik dat hoorde. En ja, die naam was voor mij natuurlijk bekend. Maar ik vond het wel een heel mooi verhaal. Ja. Dus ik vertel het nu ook wel. Mooi. Ik heet Mees de Lint van Wijngaarden. Ik stel me vaak voor dat Mees de Lint, als ik mijn achternaam noem. Dus die van Wijngaarden die 100 meter achternaam. Maar ik vind naam eigenlijk niet zo belangrijk. Maar mijn voornaam, Mees, is weer een verkorting van Meeuwis, wat in mijn paspoort staat. En nou ja, Meeuw, Mees. Ik heb wel iets met vliegen, zeg maar. Oh, okay. Vleugels uitstaan. Ah. Dus, Mooi voor toch? Wordt steeds druk. De hele tijd onder in de war. Hallo, welkom. We zijn begonnen met een rondje. Ik dacht dat was leuk. Ondertussen gaat dat nog meer uitlopen. We waren begonnen met wat is je naam? En wat je erbij hebt, of wat je ervan vindt, en wat je dat zou willen vertellen. Oké, ja, mijn naam is Ryan. Ja? Dat is jouw probleem. Dat is mijn probleem. Dat is wel grappig, want dit is niet mijn originele naam. Mijn originele naam is Xiaolong. Ik heb Chinese achtergrond en deze naam heb ik pas sinds hoeveel jaar op mijn 8 was of zo. Ja, ik vind het wel een mooie naam. En ja, voor de rest ben ik nu eigenlijk een beetje ook mijn Aziatische roots aan het ontdekken. Dus dat is wel grappig. Ja? Een beetje teruggaan in de tijd. Toch? En wie heeft je de naam Ryan gegeven? Of heb je die zelf dan uitgezocht? Mijn ouders en ook mezelf eigenlijk. Okay. Dus dat ook even kijken wat mooie namen zijn. Dus ja. Mijn naam is Jeroen, mijn voornaam is Jeroen Gert. Mijn voornaam vind ik niet zo interessant, want ik heb altijd met drie of soms wel eens met 3 andere Jeroen in de klas gezeten. En als er dan Jeroen daalt op moest zijn, dat is een kaart gapen van jij altijd ik het. Dus daar waren al heel veel van, dat vind ik niet zo bijzonder. Mijn achternaam schijnt wel wat bijzonder te zijn. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland en als ik buiten Emmen ben, mijn geboorteplaats moet ik altijd uitleggen van dat het mijn achternaam is en dat ik geschreven word met een H op het eind. Op een gegeven moment mensen niet denken ze dat het
die net zoiets is als Gert-Jan, dubbele naam. En dan vraag ze, wat is nou je achternaam dan? Ja, dan ik zeg van ja, dat is die. Heel veel mensen snappen daar niet in de tijd. Dus dat vind ik dan wel weer bijzonder. Hans van Buiten. Mm-hmm. Nou, ik heb ook niet zo heel ontzettend veel met mijn voornaam, want er zijn natuurlijk heel veel hondjes die Vicky heten. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik van buiten heet, want ik hou me bezig met organisatieadvies en leiderschapontwikkeling daaraan gekoppeld. En dat doe ik natuurlijk eigenlijk met een blik van buiten de organisatie. Dus ik kom van buiten naar binnen en kijk met andere ogen en dat helpt. Top. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Ik heet verder. Ja. Friesana. Ik heb ook nog een broer, die heet Aand. Die heet? Aand. Aand. En we hebben allebei een tweede naam. Ja. Hij heet Aand verder. Ah, jij heet verder. En toen kwam ik daarna, toen dachten ze van, hey, we gaan creatief zijn, we maken er mij de naam verder Aand van. En toen kregen ze er nog een. Ja, toen waren we er nog een. Toen hield ik hier wel gaan op. Ik vind het wel leuk, maat. Ja. Ik heb er wel mee voor. Ik krijg er al vooraf wel heel leuke reacties op. En de leukste associatie die ik met de naam verder heb is Verder Zonnema. De welbekende stoker van Berenburg. Oh, ja. Ik vind Berenburg wel lekker. Precies. Ja. Is het verder of letter? Verder. Verder. Ja, nee, die hebben niet. Van school, die zei van ja, er zijn zoveel Jeroenen, dus die en we altijd kijken van wat. Op het moment dat ze op, ik had altijd op, in de school altijd, dat, als ze dan we gaan nu verder. Oh ja. Dat was altijd wel heel wat lastig. Ik moest altijd erg goed opletten van, ging het nou over mij of ging het nou over verder? Ja, dat is mooi. Ja. Ik heb een mijn naam is Remco Zwaap, voornaam, ik noem ze echt over nagedacht, maar ik vind wel een krachtige naam. En mijn achternaam die heb ik uiteindelijk ook een beetje zelf gekozen. Mijn ouders zijn ooit een keer gescheiden en dat heb ik echt heel bewust de naam van mijn moeder gegeven. Ja, er zijn wat schrijvers die dezelfde achternaam hebben, dus ik word er wel eens nagevraagd. Van de familie van Dick. Ja, onder andere Dick. Ja. En is dat zo? Ja, wel heel erg ver weg. Ik weet er niks van. Nou, ik moet wel erg ver de stamboom in reizen, maar het is wel ergens ver van hier. Maar hier vragen welke tante en oom nichtjes precies allemaal. Je kan wel ja zeggen. Je kan wel ja zeggen. Ja, dat klopt. Maar er zijn nog meer die bij horen. Mijn naam is Femke, het is Fries. Femmische vrouw en keur is het verkleinwoord, dus eigenlijk vrouwtje. Ik gebruik vroeger altijd, als ik een nickname heb op het internet, dan maak ik er een La Petite Femme van. Ah. Ja, top. Mijn naam is Sandra Pijl. En ik heb nooit helemaal het gevoel gehad dat de naam Sandra helemaal 100% past. Mm. En ik weet niet precies waar het zit. Ik ben ook niet heel de dag met onze bezig, moet ik zeggen, maar wel een periode in mijn puberteit was ik heel recalcitrant en punk en al dat soort dingen. Toen had ik mijn haar op een gegeven moment een beetje als Jules Deelder. En toen kreeg ik de bijnaam Jules. En dat vond ik zo'n verademing, dat je even uit de identiteit van die Sandra, want dat vond ik toch allemaal wel niks. En dat hielp enorm. Dus toen had ik even een naamswitch. Nou, fijn wordt het dan gewoon weer een keer Sandra. En wat iemand mij ooit teruggaf, wat zeg je? Ik zeg haar en nee. Ja, precies, ja. Krullen los of zo. Had ik niet. Sandra Pijl, soms vroeg ik mij wel af waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. En toen zei een studievriendin van mij van, vind je het gek? Want ik was namelijk nogal snel en scherp. En ik zei, je heet draad en pijl. En dan wil jij langzaam gaan of zo. Oh ja, jeetje. Dus wel ook de kracht van een naam, zeg maar. Dus dat vond ik wel heel mooi. Weet jij het al? Ja, ik zit er als ik pas mijn naam vind. Ja. Maar ik heet Michiel van den Broek. Mm-hmm. En volgens mij allebei, zowel voor als achternaam, komt wel redelijk vaak voor. Maar ik dacht, nooit gedacht dat die combinatie ook best wel vaak voorkomt. Dus toen voegde ik het een keer in Google in en toen kwam ik achter dat er een stuk of 10 op LinkedIn over zijn. En volgens mij 15 totaal voor. En ik deed een opleiding in communicatie.
kwam ik achter dat iemand die ook niet veel van een boek heet, een communicatiebedrijfje. Toen heb ik wel gezegd, dank voor jouw stage. Dat leek me wel grappig. Ik heb gewoon op mijn boek veel van een boek. Ja, het is mensen voor mij moet die andere hebben. Maar ja, het is het gevoel met de naam, nee. Dat, niet, nooit over nagedacht. Mijn naam is Antoinette van Bree. Yeah. En ik ben vernoemd naar mijn oom Toon. Die heet Antonie van Bree, dus allebei A van Bree. Oom Toon is 92 geworden, ik is vorig jaar overleden. En ik moet zeggen dat ik een enorme band heb gehad met die man. Dus helemaal goed. Ja. Mooi. Leuk. Daar. Nou, ja. Mijn naam is Jos Wiebing. Nou ja, mijn voornaam is kort en heb ik niet echt iets bijzonders mee. Maar ik werk met social media en ik link mensen aan elkaar, dus die link is wel weer toepasselijk. Officieel heet ik Thomas van der Meer, maar dat was een beetje een veel voorkomende achternaam. Dus ik heb achternaam van mijn moeder zeg maar, aangenomen, niet officieel of zo, maar gewoon puur uit branding. Zeg maar. Dat begon in het tijdperk van je moet Gmail-adres, Twitter en zo aanmaken, al die dingen. Ja, Van der Meer was altijd overal bezet, dus begon ik die van jou te gebruiken. Ja, het klinkt allemaal wat luxe en absoluut. Dus ja, vandaar. Thomas Du? Duvignot. Duvignot? Ja. Ja, je deed spellen? Ja, vaak inderdaad. Ja. Dat is lastig zoeken inderdaad. Ja. Ja, dat is dan wel. Ja, dat is wel. Ja. Ik, ik ben Stefan Kruis en... wat ik altijd wel apart vind, is dat Kruis toch wel een hele Nederlandse naam is, en, maar eigenlijk niet voorkomt in Nederland. Bijna alle kruisen in Nederland zijn ergens wel familie met elkaar. En ja, ik heb het altijd apart gevonden, want het is zo'n Nederlands. Het klinkt zo ontzettend Nederlands, maar er is er eigenlijk maar één van. Eén stambo. Het heeft allemaal één stambo. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Het heeft gewoon één stam. Ja, of twee of drie of zo. Ja. Maar ja, dat zal je met een De Jong of een Van der Meer zal je dat nooit zien. Het zijn allemaal hele verschillende. Leuk. Ja, die had ik nog niet gehad. Nee, ik ga eerst. Ja, neem ze even zo aan. Mijn naam is Wout de Eerste. Helaas, nee. Mijn naam is Wout Laban. En vroeger was ik niet echt. Ik vond mijn naam eigenlijk heel raar, Wout. Omdat heel veel mensen heten Wouter. En iedereen zei ook van, oh Wouter. Nee, Wout. Van de DR. En moest ik altijd uitleggen. En toen ging ik een jaar naar Amerika. Toen ging ik een jaar in Arkansas gewoond. Nou ja, ben ik gewoon een jaar niet bij mijn naam genoemd. Omdat ze dat gewoon simpelweg niet kunnen uitspreken. En dan heb ik eigenlijk inmiddels nog een naam erbij. En dat is als ik in Amerika ben. En dat komt eigenlijk door de Starbucks. Omdat die dus mijn naam ook niet uit kunnen spreken. En dan zeg ik van koffie voor je, wat is je naam? Ja, Wout. En dat komen ze dan niet uit. Dus heb ik een nieuwe naam en dat is Mike. Dat is mijn Starbucks naam. Terwijl ik koffie voor Mike en dan ben ik. Laban is ook een mooie achternaam. Ja, klopt. Dat schijnt zijn geschiedenis ergens in Ierland te hebben. Okay. En dat zie je natuurlijk ook. Mijn naam is Tom Ravensloop. En ik heb er niet echt iets bij te vertellen eigenlijk. Nee, daarom. Ik vind er ook niet zoveel van eigenlijk. Oké. Okay. Weet je dat? Dan ja. Vind je er niks mee? Ik wil het wel vragen. Ja. Nee. Tom, Ik ben Jannie van der Wouden. Ik kom van Twentse tak van de Wouden. Dat schijnt ook een Noord-Hollandse te zijn, maar daar is helemaal geen familie, daar is ook geen link. Ik ben vernoemd naar mijn oma en zij kwam ook uit Twente en ze heette Jantje. En zodra ik naar school ging, vond ik dat natuurlijk geen leuke naam, dus dat heb ik onmiddellijk veranderd zelf in Jannie. En sinds ik bij de Kamer van Koophandel ben komen werken, dat is inmiddels 12 jaar geleden, toen werd ik, of althans werd er voor mij gebeld door een vriendin van mij uit Frankrijk. En die was op zoek naar Jane, dus ik ben Jane, ik ben geen Jane. Maar sindsdien ben ik voor de collega's met wie ik heel veel samen ben ik Jane. En voor de rest ben ik nog gewoon Jannie. Ja, dat is mijn verhaal.
mij een heel klein verschilletje, maar wat een verschil maakt dat. Ja, ook als ze mij willen benaderen hoor. Bij Jane dan spring ik onmiddellijk in de houding en bij Jannie denk ik, oh, ik kan wel even goed. Dan ben ik de laatste. Mijn naam is Nienke en ik wou vroeger altijd heel exotisch Deborah of zoiets heten. Of, ik vind een beetje wel echt zo'n meisjesnaam, maar ook heel graag. Ja, dat was Nienke. Ook Fries. En nou, toen ik ouder werd, dacht ik, nee, het is toch wel heel mooi. Het grote voordeel vond ik als kind dat je er niet zo makkelijk iets anders van kan maken. Dus daar word je niet mee gepest. Dat vond ik ook fijn. En toen ontdekte ik een keer, ergens in zo'n namenboek, dat het afgeleid was van Catharina. Ik dacht, wow, yes. Catharina, de schone en de zuivere betekent dat. Toen dacht ik, wow. Nou, een beetje Friese klei erbij. Toen dacht ik, nou, dit is wel een helemaal mijn. Ja, ik ben hier om, ja, gewoon. Oh ja, dat moest ik eerst zeggen. Nee. Nou, ik vertel dat ook al aan Annemiek, die kom ik even tegen. Ik werk normaal, ik heb 10 jaar lang in de kinderopvang gewerkt, waarvan 7 jaar met pubers. En toen zei ik tegen haar, ik ben best wel bang dat mensen zeg maar heel braaf meedoen en zeg maar dat ik dan niet merk wanneer ze er genoeg van hebben en wanneer het iets anders moet. Tieners krijg ik namelijk heel erg rechtstreekse feedback, want die lopen gewoon de deur uit en die zeggen dat ze gaan voetballen. Dus dat vind ik heel geweldig en duidelijk. Dus ik van jullie echt een vraag, als je denkt van nou, ik weet niet helemaal, dan zeg het vooral, want dan kan ik erin mee. Niet heel braaf zitten doen en dan het einde zeggen van nou, ik vond eigenlijk niet zo aan. Dat moet echt niet doen. Moet nu even de aantekening hoor, want anders dan raak ik de draad kwijt. Dat is ook zo lastig voor jullie. Toen mij gevraagd werd om hier iets te vertellen en tijd te voeren, dacht ik, oh jee, waar ga ik nou doen? Waar? Ja, nee. Mijn tijd te geven. Heb ik even nagedacht, denk ik, oh, waar heb ik nou eigenlijk verstand van? En wat zou ik nou eigenlijk willen proberen te vertellen? En toen dacht ik, merk, nu ik niet meer in de kinderopvang werk, dat ik veel minder speel. Maar ik merk ook dat 10 jaar spelen mij heel veel heeft opgeleverd. Ik kijk op een of andere manier heel anders naar dingen dan anderen. En ik heb daar een ander kader. En toen dacht ik, goh, hoe zou dat nou werken met mensen die dat eigenlijk niet 10 jaar van hun werken? Hè? Hebben moeten doen. Mogen doen. En dat is vandaar de keuze om dit te doen. En ik kwam in mijn zoektocht naar de achtergrond van spel een hele mooie quote tegen. En die was, the opposite of play is not work, it's depression. En toen dacht ik, dat geeft voor mij wel heel erg de kern weer, wat de kracht is van spel. Als je niet speelt, ben je niet blij, tenminste ik. En ik zie nu ook hier dat er gewoon heel veel gebeurt als je daarin getriggerd wordt. De reden ook waarom ik jullie zo niet voorstel is dat dat gewoon een hele andere sfeer geeft dan als iedereen zijn zegje gaat doen over wat voor werk die heeft. Dat was even, hè? Dat werkt. Iedereen speelt. Want zelfs mijn oma van 80 deed altijd een bridge. Spel is een onlosmakelijk deel van je leven, eigenlijk. En als je bij jezelf nadenkt, ook al heb je een kantoorbaan en steek je in een pak of weet ik veel. Hè, en doe je niet zoals ik een sneeuwballengevecht in de winter als dat zo uitkomt, speel je toch. En wat ik zelf heel graag zou willen weten, is wat er zou gebeuren als iedereen zou spelen op zijn werk. Vind ik heel interessant. De kracht van spel is naar mijn idee dat je kunt experimenteren. Dat je kunt experimenteren met gedrag, met rollen, met contacten. Dat hebben we nu ook gedaan, hè? Dat is een beetje. En daarnaast overrolt spel hiërarchie. Want ook al heb je een baas, als je samen een spelletje voetbalt, ben je in dat moment in het spel eigenlijk gelijk. Want dan gaat het over een andere kracht. Maar wanneer kun je nou spelen? Wanneer is daar de ruimte voor? En dat, dat was mijn belangrijkste vraag. Wanneer is een omgeving zo dat je ook gewoon overal zou kunnen spelen met elkaar? En
doordat ik zelf altijd met tieners heb gewerkt, heb ik daar wel een soort van antwoord op gevonden. Daar zijn namelijk bepaalde dingen voor nodig. Namelijk dat het veilig is. Als ik jullie nu had gevraagd voordat je binnenkwam, zonder dat we dat rondje hadden gemaakt en gezegd dat we gaan stoelendans doen, hadden jullie dat misschien niet zo heel prettig. Jawel. Ja, jullie wel. Ik heb erover nagedacht, ik durfde het niet aan. Ik dacht, dat is nou net even. Jullie kunnen straks nog wel een potje doen. Ja. Van de les. Ziet de les toch nog even? Ja. Wat ik heb gecreëerd in de 7 jaar lang dat ik die tienergroep heb gedaan, is een aantal basisvoorwaarden waaronder kinderen en mensen in het algemeen prettig op een plek samen kunnen zijn. Dus dat is wel een van de dingen die ik daarin ontdekte. Als je een groep voor je krijgt, moet je hem eerst verbinden met elkaar. En dat is een klusje. Zoals ik deze oefening deed, zeg maar, daar zit het eigenlijk in. Want we horen elkaars naam, maar tegelijk vertel je iets over jezelf en doe je allemaal hetzelfde. En zit je om elkaar heen, je ziet elkaar. Dus daar zit eigenlijk gewoon al heel veel in. De belangrijkste factor, denk ik, om een omgeving te creëren waarin je kunt spelen, is namelijk verbinding. Als je je op je plek voelt, gewaardeerd voelt, je plek hebt, ook fysiek in de ruimte, dan is daar ruimte om te spelen. Ik moet echt heel erg naar mijn woorden zoeken, zo noemen. Hoor. Nee, hè? Je moet spelen of je woorden. Ja, dat is heel erg. Nou, weet je, dat is soms aan dingen die je heel goed weet, die zijn echt zo moeilijker om uit te leggen dan als het. Wij hebben ook allemaal zo'n kind in ons, weet je. Ja. Maar we begrijpen het allemaal. En ze moet je vragen stellen, in plaats van je het allemaal. Oh, dat is ook een goede. Ja, die komen nog wel, hoor. Er zijn voor mij 3 dingen die gaan over samen zijn en kunnen spelen. En dat is met stip op 1 verbinding. En dat is ook verbinding in je communicatie, maar ook gewoon wat ik met mijn tieners altijd deed, is dat ze ieder jaar hun eigen krukje mogen maken. Weet je, zodat ze zich daar een plek, een thuis konden maken in de ruimte die er was. En wat ik ook vaak met ze deed, is bijvoorbeeld gezamenlijke schilderijen maken. En wat ophangt, dan heb jij als persoon, heb jij een verbinding met de plek waar je naartoe gaat. Die is heel belangrijk. Daarnaast is autonomie belangrijk. Als je je namelijk niet vrij voelt om te zijn wie je bent en te doen wat je wil, wordt het ook heel lastig om ergens prettig te kunnen zijn. Je moet daar ruimte voor hebben. En daarnaast is dat ieder kind en ieder volwassene zich volgens mij wil ontwikkelen. Dus dat zijn de 3 punten waarvan ik denk dat ze werken. Dus bij het laatste bedoel je dat kinderen of mensen de gelegenheid hebben om te leren en te ontwikkelen? Ja, als je ze die niet geeft, dan gebeurt er helemaal niks, denk ik. Maar hoe geef je dat dan? Hoe gaat het daar juist over? Voor mij zijn die eerste 2 de voorwaarden om de rest te creëren. Ja. Als je je verbonden voelt met het geheel en je deel voelt van het geheel, kun je ook pas autonoom zijn, want dan mag dat, weet je. Dan voel je daar de zekerheid in, want je bent ook deel van het geheel. Dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar dat is niet zo. En als dat er is... Maslof is dat. Oh ja, de theorie. Veiligheid. En ja. Sociaal en dan ga je ontwikkelen. Precies. Ja. Nou, dank je. Ja. Dus die 3, die volgen op elkaar. En dat zijn voor mij, en ik weet niet hoe jullie daarover denken, eigenlijk een soort spelregels. Want als die aan die 3 voldaan hebben, dan kun je spelen. Stel vooral vragen, hè, tussendoor. Ja. Wat versta je onder spelen? Wat versta ik onder spelen? Ja. Dat is een goede vraag. Wat versta je niet onder spelen? Wat versta je niet onder spelen? Oh, ik kan me herinneren. Was het de vraag van Mieke of was het de vraag van de antwoord? Ik krijg me terug, Kaas. Ja, dat versta je niet onder spelen. Ik heb me herinneren van, dat heb ik van ouders horen zeggen, van dat ik in groep 2, van de basisschool, zou ik niet overgaan naar groep 3, omdat ik te speels was. Ja. En ben je in groep 2, op de basisschool. Ja. Ik dacht van, mag dat tegenwoordig al niet meer? Dat was nog in de jaren 90.
Dat vond ik altijd uiteindelijk een onzin. Dus eigenlijk ben ik groep 3 standaard toegekomen. Maar ja, als je elders op werk bent waar je serieus moet zijn en je zegt van ja, ik ben aan het spelen, dan denk je van ja, doe maar in je vrije tijd, ik moet nou aan het werk. Dus wat is niet spelen? Serieus zijn. Okay. Serieus zijn, ja. Dat zou ik eigenlijk zien als niet spelen. Als je niet serieus met je werk bezig bent, of je, dan, als je aan het spelen bent, ben je niet serieus met je werk bezig. Maar wat is het dan voor jou serieus? Ja. Ja. Dit is wel echt een moment. Je hebt ook serious gaming, hè? Maar ik zal pas later. Dit is een hele mooi verhaal, want dit is wel precies het punt wat ik niet snap. Mijn werk is 10 jaar lang geweest om te spelen. Dus het verschil tussen serieus en spelen, ik zie dat niet. In die zin is spelen voor mij iets wat ik iedere dag als ik opsta eigenlijk mee begin. Ja. Dat is open naar de wereld kijken, ontdekken, vrij kunnen ontdekken, spelen met ideeën, spelen met contacten, spelen met materiaal. Ik snap het zelf ook niet hoor, maar het is vaak van wat ik van omgeving proef, van ik zeg van, dat ik het leuk vind of ik ben ermee spelen, dan kijken ze me al scheef aan van, dan ga dan maar gewoon serieus je werk doen. Maar dat is serieus, ja, de dingen die je behoort te doen, dat je niet gaat doen. Volgens mij, dan heb ik misschien al wat hele boel weggegaan, maar de essentie is volgens mij een vrije beweging. Mm-hmm. Dus fysiek en in gedachten, zeg maar. En dat is ten opzichte van dat je in een keurslijf zit, mm-hmm, en alleen maar eigenlijk doet, het systeem volgt. En als ik kijk van, ik zit voor mezelf te toetsen even. Als je dus een spelletje speelt, gewoon en dat kan ook gewoon een bordspel of weet ik wat. Mm-hmm. Dan als je alleen maar regels volgt en dus niet vrij bent in je gedachten en weet ik wat, ja, dan is het geen spelen. Dan is het je speelt volgens regels, maar daarbinnen heb je een bepaalde speelruimte, zeg maar. En zo moet je dat dan zeggen. Dat is ook een beetje. Dus daar is te weinig speelgaan. Je hebt dus op 80% ben je niet aan het doen voor het spel. Oh ja, want je moet dan even. Dat is mooi, pas nog in het spel zetten. En heb je ook nog die versie dat je op die knop moet drukken waar je dobbelstenen in zitten, zeg maar. Dat is ook kut. Het is wel het eerste wat ik zeg, die kop eraf lopen. Nu bezig zijn met spelen en serieus, zeg maar, als twee kanten van de medaille te zien. Terwijl er misschien een ander fundament onder ligt. En ik denk dat het fundament is dat we met z'n allen nog steeds een beetje geprogrammeerd zijn op een baan hebben binnen 8 uur werken. Mm-hmm. En dat betekent of 8 uur achter de lopende band of 8 uur bureau zitten om het even heel gechargeerd te doen. En dan hoor je je ding te doen. En dat is serieus bezig zijn. En dat zijn de labeltjes, dat zijn de kaders. Ja. En dan daarna mag je weer vrij zijn. Ja. Terwijl nu wordt iets heel anders van ons gevraagd. Namelijk, wat ook een kwaliteit is trouwens. Als je achter elkaar dat kan doen, is het ook een kwaliteit. Alleen met het vele type werk wat we nu hebben, heb je juist veel meer andere dingen nodig. Ja. En dan wordt het spel daarbij. En, van de week zag ik een filmpje van Leen Zevenberg, dat kan je niet kennen. Ja. Dat is iemand die probeert de lol weer terug te brengen in bedrijven. En hij heeft nogal een naam. En hij gaf als voorbeeld dat iemand naartoe kwam. Hij zegt, ja, vervolgens ga je dat praatje dan overal houden. En dan komen mensen met mailtjes van, goh, nu wil een medewerker van mij haar schildersezel meenemen om te werken voor. Wat moet ik doen? Hij zegt, nou, laat haar dit leren. Ja, maar dan gaat ze misschien wel schilderen. Ja, maar dan is ze niet aan het werk. Hoe weet jij dat? Hoe weet jij wat er in de mens gebeurt? Denk jij dat als iemand 8 uur achter zijn bureau zit, om dat voorbeeld maar te nemen, aan het werk is? Nou ja, ik denk dat we het allemaal wel een beetje zullen kunnen. Maar dat, ik denk dat het daar zit. En als je het mag durven spelen, of durft te mogen spelen, met elkaar. Hè, dus het is ook in de hiërarchie dat het mag met elkaar, dan kom je 10 keer verder. Hè, want dan komen de creatieve processen op gang. Dus dat is gewoon nodig. Dus dat is heel serieus. Ja, ik denk dat het inderdaad essentieel is aan de mens om te spelen. Maar ik denk dat hetzelfde kern ligt in heel veel organisaties. Dat mensen dus wel in hun eigen deel spelen. Ja. Dus met andere woorden, ze zitten inderdaad achter die werkplek en ze hebben 1, 2, 3 beeldschermen en ze doen daar iets van spel ontdekken. Maar dat het veel leuker zou zijn en veel productiever zou zijn als je dat met elkaar kunt doen. Maar daar is een soort idee over, ja, maar
Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, en ik kom natuurlijk uit een hele andere wereld. Hè. Voor mij is dat echt zo'n soort toneelstuk, zo'n man in zo'n pak. Ik snap daar echt helemaal niks van. Ja, maar er is ook, die spelen ook een rol. Dus ik denk dan van, die zitten dan zichzelf nog te zijn in de trein, want dan hebben ze het nog over hoe leuk het in de kroeg was. En dan dan stappen ze uit de trein en dan gaan ze een rol spelen, want dan zijn ze kantoormens. Ja. En dus het is wel best een laag die ik eigenlijk probeer te bereiken. Ja, nee. En jullie doen het nog. En daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik heb natuurlijk ook nog heel veel fantasie erbij. En ik stel me dan voor, wat zou er gebeuren als je met als team een beslissing zou moeten nemen die belangrijk is. En je gaat bijvoorbeeld eerst een potje basketballen. Voor mij is het raar dat mensen dat niet doen, dat je eerst daar gewoon. Maar spel heeft namelijk dat creëert een speciaal soort energie. Dat creëert een stofje in je brein, inderdaad, waardoor je gewoon nieuwe ideeën kan bedenken. Want daar is een andere ruimte. Volgens mij bij spel krijgen mensen sprankels in hun ogen. Ja. Dat is wat ik natuurlijk ook. Ja, absoluut. En er gebeurt ook iets als mensen fysiek bewegen. Dan komt er hier ook een beweging op gang. Ja, absoluut. Hoe krijg je nou die angst uit die bovenlaag? Om inderdaad eerst te gaan basketballen met die mensen in pak. Om vervolgens een beweging te krijgen. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, daar zoek ik dus op. Die mensen daarboven zeggen, ja, spelen wordt niet gewerkt. Ik denk eerst dat je... Wat ik nu heb gedaan, is vormen zoeken waardoor mensen eerst het eerste kleine stapje maken. Door anders over zichzelf te durven vertellen, zoals ik met jullie namen neem. Door eigenlijk een klein stapje uit die rol te gaan, dat kan niet in één keer. Je moet eerst daarin ruimte creëren om je op een andere manier te verbinden. Want je zit allemaal in een soort programma, want jij hoort bij die taak, bij dat bureau. Dus daar moet je eerst een omwenteling. Dus je moet eerst gewoon gaan doen. Maar misschien in een kleiner stapje dan. Ik denk dat het ook heel lastig is. Ik zit me even voor te stellen. Ik ben er nu ook mee bezig met hoe je dus een team in beweging brengt. En ik denk dat inderdaad dus bij een cultuurverandering. En dat moet juist inderdaad volgens mij met spel. Maar ik denk dat het niet goed werkt als je zegt. Binnen die werkcontext wil je een beweging naar meer spelen bereiken. Ik denk dat het veel beter werkt om zeg maar, eerst buiten die werkcontext heel bewust te gaan spelen. En dan samen bewust die verbinding te maken tussen dat spel, die spelsfeer en je normale werksfeer. En dat je echt bewust bent van, hé, maar als we nu spelen, dan gaan we op deze manier met elkaar om. Laten we dat nou eens een keer gewoon in een normale werksituatie. En dan zijn mensen volgens mij creatief genoeg of kunnen dat best verbinden, zeg maar. Ja. Ja, misschien mag ik er nog een concrete toevoeging aan geven. Ja. Ik werk bij de Kamer Koophandel, dat zei ik net. Hè. Van origine ben ik ondernemersadviseur. Nou, een tamelijk vast omlijnde functie was dat. Heel formeel, hartstikke leuk inhoudelijk. Een jaar geleden hebben wij, want dit is het gebouw van de Kamer van Koophandel, is er besloten om hier een ondernemersplaza in te richten. Dat is inmiddels een ruimte geworden waarin al verschillende organisaties samenwerken, waaronder ook Admium, die deze dag ook georganiseerd heeft. Maar de filosofie van de Kamer van Koophandel was dat dit echt een plek moest worden om ondernemers met elkaar te verbinden en te inspireren. Nou, dat is nogal een omslag om van een advies, een voorlichtingsorganisatie en een organisatie die wettelijke taken moet uitvoeren, om naar zo'n creatieve omgeving te werken. Daarom zijn een aantal mensen, waaronder ik, gevraagd van, jij wordt vrijgesteld van je werkzaamheden en ga jullie maar gewoon, nou, het woord spelen is niet genoeg, maar doe je ding. Oh, je bedoelt dat ik mag spelen. Maar gaan jullie aan de slag met allerlei creatieve dingen te verzinnen en te zorgen dat die filosofie van verbinden en inspireren, dat uit de verf komt. En we zijn nu een jaar later, want het is ongeveer een jaar geleden dat het ondernemersplaza hier geopend is. En dit soort dingen worden nu allemaal al gedaan. En voor mensen die hier nu komen bij de Kamer van Koophandel, die gaan hier echt naar buiten van, hé, is dit de Kamer van Koophandel? Ja. En
ja, ik zie, als ik dan beneden zit te werken en ik zie wat er allemaal aan netwerken en verbindingen en contacten leggen gebeurt. En ik hoorde net sprankelende ogen, maar dat je aan mensen ziet van ja, hier haal ik echt dingen waar ik echt zelf ook heel veel mee kan. Ja, ja, dat hebben wij wel in 1 jaar, althans hier in het ondernemersplaats in Amersfoort, hebben we dat al wel weten te realiseren. En we willen nog veel meer hoor, we moeten ook veel meer. Maar ik denk wel dat het ontstaat door een aantal mensen die ook echt dedicated zijn, gepassioneerd. Als je daar ook de ruimte voor geeft, dat het ook ontstaat. Ja. En ja, ik noem het dan nu ook spelen. Nu hier, Wat in mijn visie nog extra belangrijk is, en ik kon geen beamer hier doen, dat wou ik heel graag, maar dat was te veel werk. En anders moest ik een andere zaal, maar ik wou ook de keukentafel. Dus de keuze is wel gevallen. Hebben jullie wel eens opgezocht de afbeeldingen van Google Offices? Ja. Weten jullie hoe dat eruit ziet? Wie dat nog niet weet, als je naar buiten gaat en ergens weer internet hebt, kijk eens even. De offices van Google zelf. Dat is gewoon eigenlijk een soort volwassene speeltuin. En ik denk dat ruimte, daarom ben ik ook hier gaan zitten, want dit geeft een andere sfeer dan als ik van die bureaustoelen en dan gelakte tafels had. Ik geloof dat ruimte hier absoluut een hele belangrijke rol in speelt. Naar buiten spelen en binnen, maar als je kan ook met aanpassingen speel naar binnen brengen. En als je naar boven loopt, zie je dat Permanent Better er op zich al mee is begonnen met schilderijen. Ze hebben de plafondplaten omgehangen. Ze hebben een andere sfeer gecreëerd, wat ook je brein triggert om andere dingen te doen. Dus dat is voor mijn gevoel ook een hele belangrijke. Je spel is eigenlijk ook niet het middel, niet het doel, maar het middel. Ja, tuurlijk. Om mensen gelukkiger te maken, sprankelende. Ja, ik denk die proberen we wel. Nou ja, dat doel kan heel verschillend zijn. Weet je, op de werkvloer dat kan leiden tot meer productiviteit, dat kan leiden tot gelukkige medewerkers, dat kan leiden tot een beter teamgevoel. Het kan 100.000 verschillende dingen. Ja, maar wat daaruit zorgt dat dat voor elkaar komt, dat bedoel ik. Dus wat uit spel zorgt dat mensen productiever, efficiënter, gezelliger. Doorbreken van vaste patronen. Ja. Fouten maken, vooral ruimte geven. Ruimte maken om fouten te maken. Om daarvan te leren. Absoluut. Ja. Maar er moet ook een andere kant aan het spel. Want het spel kan ook spelletjes spelen worden. Dat zit ook een andere kant aan. Ja. Maar dat wordt al gedaan. Dat is misschien een vervanger van. Wat wel inderdaad belangrijk is, zijn regels. Er is geen spel, ook niet ongebreideld creatief zijn, zonder richtlijnen of regels. Dat is gewoon wel de realiteit. En ik geloof dat regels in combinatie met spel, dat je daar creatief van wordt. En ik denk dat dat... Kijk, het woord spelen, dat is zeker, denk ik, in een bedrijf zal dat, de grote reismannen in het park zijn, spelen, kinderen, onzin dingetje. Maar spelen kan ook dus weer leiden tot innovatie. En dan zijn die regels zijn juist weer leuk, want die regels worden geen regels die een limiet gaan die een afbakening geven, maar die ga je doorbreken. Want als ik een spel speel, zeg Monopoly, Kolonist van Catan, weet ik veel wat. Nou, ik denk dat iedereen die dat speelt, die heeft daar andere regels bij. Je gaat zelf nieuwe regels bedenken. Omdat op een gegeven moment is het spel... Nee. Stel gewoon. Maar je hebt op een gegeven moment, of de huidige setting van het spel wordt te saai, zoals het is ontwikkeld. En je gaat nieuwe ideeën brengen. Zo van, hé, maar wat nou als we nou eens even met Monopoly, als we nou met minder geld beginnen, of juist met meer geld beginnen. Of we doen de gevangenis niet in 3 beurten, maar 6 beurten. En daarin ga je dus weer spelen in het spel en kom je dus tot nieuwe dingen. En ik denk dat ook vooral is wat het kan gaan brengen. Ik heb een vraag. Wat is jouw doel of manier van met hiermee bezig zijn? Want ik merk ineens, we hebben het heel erg, goed voordat ik René, dit is gewoon zo'n voetbalmomentje, pling. Gaan we het alleen maar erover hebben of gaan we er iets in ervaren? Zo, dat willen jullie dat? Ik heb nog wel 5 minuten hoor. Oh, ja, ik moest officieel om ik moest dan eigenlijk binnen 3 kwartier klaar zijn, maar had ik al geconstateerd dat het nooit zou lukken. Maar ik zeg nog een paar dingen en dan doen we een rondje omgekeerde stoelendans. Als iemand een muziekje kan regelen. Oké, doen we straks. Dan zetten we de tafel even zo doen we dat gewoon. Stel je dat nou voor, een afdeling voor spelende mensen en je geeft er leiding aan. En toen dacht ik, als je meespeelt,
heb je altijd een andere positie. In die zin, als jij meedoet met dat potje voetbal, dan ben je ineens gelijk als teamleider of manager, stel je jezelf gelijk aan je personeel, dan zit je op dezelfde laag, want je speelt voetbal. En ik denk dat als je dit wil, en als je dit wil binnen een bedrijf, en nogmaals, ik kom uit de tieners, dus ik weet dat niet, maar ik weet wel dat mijn tieners mij de eerste 6 maanden niet serieus hebben genomen, totdat ik mee ging voetballen en scoorde. En toen was het echt dat ze pas naar me gingen luisteren, want dat was echt het punt dat ze dachten, oh, dat is een Inke, die voetbalt mee. En weet je, als je gaat spelen met je team bijvoorbeeld en je doet als leidinggevende niet mee, denk ik dat het verkeerd gaat. Dus dat was het. Want dan ben jij niet deel van het geheel. Als je wilt spelen met een afdeling en met jouw team, dan moet je als leidinggevende daarin stappen. En daarnaast heel authentiek zijn, want dan wordt het ook anders niks, denk ik. Dan weet je dan ook natuurlijk dat je uiteindelijk op de afdeling, zeg maar, als we dan wel weer serieus bezig zijn, ja, dat er dan ook die hiërarchie niet meer aanwezig is? Ik vind dat je kan leiding geven door deel van het geheel te zijn, maar dat is een instelling die ik heb. Als ik mij niet deel maak van de groep, kan ik hem niet sturen. Maar dat is heel erg mijn persoonlijke neming. Er zijn nog 100.000 theorieën over leiding geven. Maar je kunt niet vriendjes worden in mijn beleving. Dus je kunt niet helemaal gelijkwaardig zijn als de leidinggevende. Maar je kunt wel gelijkwaardig zijn in spel. Jawel, als mens en zo. Maar je moet op een gegeven moment, als er iets af moet vandaag, dan moet het ook gewoon gedaan, jongens. Maar in een team heb je ook verschillende rollen. Je hebt ook een linksachter en een rechtsvoor en een spits. Precies. En een aanvoerder. Coach. Maar goed, wat mij nog op het verkeerde been zet eigenlijk van, je hebt over beginnen met basketbal, maar je kan je werk toch ook zien als een spel. Ja. Ik vind het ook leuk als ik een uitdaging heb in mijn werk, moet iets uitzoeken, vind ik het net sudoku, maar dan weet ik iets te vinden in de oplossing binnen mijn werk, zeg maar. Ja. Dus dat is ook spel naar mijn gevoel. Dat hoeft niet absoluut. Een potje. Ja. Nee, het zijn de metaforen die ik gebruik om het te sorteren, om het duidelijk te maken. Ja. Maar absoluut. Ja. Kleine dingen en met ideeën spelen, net zo lang friemelen totdat je de oplossing hebt, is ook spelen, absoluut. En hoe krijg je mensen tot spelen? Want nu is het, wat jij zei, van als leidinggevende moet je dus mee in het geheel. Dat betekent even in dit geval dat het geheel dus aan het spelen is en dan ga jij meedoen. Maar andersom, ik ben vaak meestal degene die zegt, laat maar beginnen. Goed, ik schrijf het wel in de mail. Of iets anders, weet ik veel, verzin maar wat. Kun je dat dan niet juist ook via die hiërarchie forceren? Je kunt wel veiligheid creëren. Wat die oefening die ik eerst heb gedaan, door je naam te zeggen en je idee erbij, dat is een manier van contact maken op een andere laag. En ik geloof dat je daarmee moet beginnen. Ja, klopt wel, maar omdat we komen hier allemaal bij jou, dus je hebt een bepaalde hiërarchie hier in deze ruimte. Mm-hmm. En je stelt een vrij laagdrempelige opdracht, waar we wel gewoon allemaal braaf aan meedoen. Dus vanuit een bepaalde hiërarchie forceer jij toch die speelsheid. En we staan er nu misschien allemaal maar wel dat, voor dat open. Is dan in principe, als je dit wil, de taak van jou als leidinggevende om dat te creëren. Ja. Ik zie een heel mooi scenario. Is voor mij boven komen drijven. Ja. In lijn met wat ik net zei. Van, als jij zo'n team in beweging wil brengen. En dus eigenlijk de mensen. Ik koppel het ook aan het nieuw werken en sociale innovatie. En, en dat gaat ook over persoonlijk leiderschap. Dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. En ik zie een heel mooi traject zo, van iedereen laat de dingen loslaten. En dat doe je eigenlijk door begeleiding van buiten. Dus je laat ook die leidinggevende loslaten. En dan ga je inderdaad spelen en daarna ga je dat verbinden met het werk en de verantwoordelijkheden. En dan ga je opnieuw samen met dat team in gelijkwaardige sfeer ga je kijken van hoe gaan we nu samenwerken. Ja. En daarna laat je die leidinggevende kijken van hey, wat is er nu nog nodig om dit te laten werken. En, en dat ga je samen met dat team vormgeven en dan draai je het helemaal om. Dat is heel mooi. Wat jij net al zei van plaats even buiten de standaardruimte.
Ik werk heel veel buiten, gewoon echt in de natuur. En als die muren weg zijn, dan gebeuren er hele andere dingen als we hier binnen blijven zitten. Ja, dat is ook het klassieke teamuitje. Ja. Ja, maar heel vaak gaan ze kort, dan zitten ze nog binnen. Ja, dat soort acties. Echt het geslaagde teamuitje. Ja. Maar het hoeft geen teamuitje te zijn, je kunt buiten werken. Ja, dus dat, oh ja, echt. Echt buiten echt vergaderen. Een, ja, buiten maar daar heb ik ook wel. Iemand die heeft een keer gehad over guerrilla. Weet ik wat, een soort guerrilla-principe van een of ander bouw, kale ruimte en daar gewoon een tafel neerzetten. En dan ga je daar zitten werken, zeg maar. Echt een totaal kale boel. En dan ga je daar sfeer maken, zeg maar. Hele, maar je houdt wel een muur. Als je buiten zit, is mijn ervaring dat het toch anders werkt. Ja. Wat ik echt het liefste zou willen, is dat dat team uit je verdwijnt, maar dat dat gewoon natuurlijk dat je maar gewoon een intern ding is. Ik snap echt werkelijk waar niet meer. Als mensen, en dan ook, ja, dat is heel erg mijn oordeel, hè, want ik weet helemaal niet hoe dat is. Maar dat lijkt me echt zo van, nou, dat je niet even gewoon iets anders kunt gaan doen. Of even met de Lego. Of even, weet je, voor mij zijn dat hele essentiële dingen om mijn brein in een andere stand te krijgen en ook samen te werken. Dus dat zou echt mijn grootste wens zijn. Ik denk wel dat mensen soms de omgeving in de ruimte ook anders nodig hebben om dat te kunnen creëren. Dus misschien moet je dat in je eigen ruimte gaan doen. Nou ja, misschien kun je gewoon in ieder geval je eigen buurt op je kantoor gewoon leuk verwerken. Ja, dus, weet je wat niet? Als je het hebt over spelelementen, toevoegt aan dingen die je wilt doen. Dus we gaan brainstormen. Maar we nemen het niet een uur voor, maar je hebt een halve minuut om zoveel mogelijk ideeën. En wie de meeste ideeën creëert, die. Hoe zie je dat de mensen spelen wordt afgeleerd? Dus kinderen al op de school? Ja, ik vind het jammer dat het niet. Weet je, heel vaak denken mensen van het spelen is voor kinderen, want dan leer je wat je dan later zou moeten doen. Zo, weet je wel. Maar je hebt toch ook gespeeld kwartiertje? Terwijl. Mijn visie is dat spelen een essentieel onderdeel is van je ontwikkeling, maar ook tot aan je 80ste. Dat dat gewoon iets is wat ieder mens nodig heeft en mensen sowieso met elkaar verbindt in allerlei manieren. Als ik zo hoor van dat kinderen al blijven zitten op basis van de speelsoort of dan in groep 2 zitten. Ja. Ja. Daar zijn we vast mee bezig. Mijn tijd is om en we kunnen het spelletje denk ik ook niet meer doen, want er moet zo meteen om 2 uur iemand anders hier in deze zaal beginnen.